Naast mij staat Lisa Spuibroek. En Lisa, wat doen we hier vandaag? We zijn hier vandaag bij de opening van de Helpdesk Geldzaken in Eskamp. En we gaan er vandaag een feestje van maken. En wat voor feestje gaan jullie maken vandaag? We hopen alle instanties te vertellen dat we hier zijn in Eskamp. En we hebben ook nog gezellig wat voor de klanten op een andere locatie. Maar wat doen jullie op deze locatie dan? Wij zitten op deze locatie voor alle Haagse burgers om financiële vragen te beantwoorden. Ja? Je kan hier makkelijk binnenlopen, je mag een afspraak maken en stel ons een vraag over je financiën en wij kijken of we je ermee kunnen helpen. Bijvoorbeeld je zorgtoeslag, heb je die nog niet aangevraagd, kunnen we hem voor je aanvragen. Oké. Waarom is dit eigenlijk vandaag geopend, Lisa? Omdat we daar bij de gemeente eigenlijk achter zijn gekomen dat het onwijs lang duurt voordat de Haagse burger de gemeente weet te vinden. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met hun schulden bij ons terechtkomen. En wij denken dat we die mensen veel eerder kunnen helpen. Oké, nou dat is een goed plan, hè? Ja, oké. Nou, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. En we bieden gratis advies, maar ook hulp. Nikki, de consulent aan de Helpdesk verbonden is, zal er zo meteen nog meer over vertellen hoe we dat precies doen. En het doel is altijd, het eerste doel is altijd het vergroten van het besteedbaar inkomen. Dus we kijken naar vergroten van het inkomen en verlagen van de uitgaven. Financieel ontzorgen, zorg dat mensen wat meer rust krijgen op hun financiën. En natuurlijk het voorkomen van schuld. Naast mij staat de wethouder Bert van Alphen. En ik ga Bert even vragen wat er hier vandaag allemaal aan de hand is. Bert, waarom bent u hier vandaag? We hebben vandaag start gemaakt met het openen van de helpdesk geldzaken. We proberen door heel Eskamp heen zoveel mogelijk loketten neer te zetten of laagdrempelige voorzieningen waar mensen die problemen hebben met hun inkomen of uitgaven, dat is vaak het onderwerp, goed geholpen zouden kunnen worden. Het is moet gebleken dat er heel veel mensen wel in problemen zitten, kunnen komen met inkomen en dat ze eigenlijk nergens terecht durven. En we proberen met die helpdesk geldzaken zo laagdrempelig mogelijk informatie te geven over van, nou ja, als je nou dreigt dat de maat wat langer is dan je geld hebt, dat er dan samen met jou gekeken gaat worden van, nou, hoe kunnen we daar eens een verstandig antwoord op geven. En duurt dat normaal lang voordat mensen dat gaan doen? Kan dat een tijd duren of doen ze dat heel graag heel snel? Het is inderdaad zo van, natuurlijk wil je zo snel mogelijk je geldproblemen opgelost hebben, maar om dat aan iemand anders te vertellen dat je geldzorgen hebt, dat is nog niet zo makkelijk. Dus we moeten heel erg naartoe gaan werken dat mensen ook het durven te vertellen. En geldt dat alleen voor deze wijk? Het geldt natuurlijk voor heel Nederland en ik denk dat het een probleem is over heel de wereld, dat je niet zo gauw uit durft te komen. Maar we beginnen in Eskamp, we zijn in Laak en in Centrum ook al voorzichtig begonnen, maar we merken wel dat de geldproblemen die mensen hebben in Eskamp wel erg hoog is. Dus we proberen zo snel mogelijk daar iets over te doen. Oké. Nou super, dankjewel voor het interview en succes ermee. Gaan we doen. Oké.